Ik ben Lara Baars, ik ben 23 jaar oud. Tijdens de Paralympische Spelen in 2016 haalde ik brons. Ik ben geboren met achondroplasie en dat houdt eigenlijk in groeistoornis. Heel makkelijk gezegd ben ik gewoon een stuk kleiner dan het gemiddelde. In mijn dagelijks leven ervaar ik eigenlijk niet zo heel veel van mijn groeistoornis. Door mijn groeistoornis kan ik doen wat ik op dit moment doe en doe ik wat ik het allerleukst vind om te doen. Tegelijkertijd heeft het me ook heel erg veel gebracht. Tijdens de Paralympische Talentendag in 2013 werd erkend dat ik goed genoeg was om atletiek te doen op hoog niveau. En dat geeft je natuurlijk een boost van zelfvertrouwen. Atletiek brengt mij veel plezier, veel kracht, maar ook zelfvertrouwen. Je komt op heel veel plaatsen met bijzondere mensen om je heen. Eigenlijk leer je jezelf nog het allerbeste kennen, omdat je gewoon elke dag nieuwe grenzen opzoekt en die steeds weer verlengt. Topsport is een fulltime beroep. Ik train 2 keer op een dag, maar daartussen staat ook alles in teken om je voor de volgende training weer zo optimaal te kunnen beoefenen. Je moet voldoende rusten, je moet goed eten, je moet goed slapen. En bij alles wat je doet moet je bedenken, gaat mij dit helpen om straks de allerbeste versie van jezelf te zijn? Eigenlijk moet je alles in het teken stellen van je sport. Natuurlijk ga je als sporter zijn altijd voor de medailles en in het bijzonder altijd voor goud. Maar als ik terug kan kijken en zeker weet dat ik er alles heb gedaan om gewoon elke keer weer goed genoeg te zijn op een toernooi. En daarbij maak je als persoon een ontzettende groei door. En dat is misschien nog net zo waardevol. Wat ik andere mensen zou willen meegeven is dat je vooral moet doen wat je heel erg leuk vindt om te doen. En ook al zit er een keer iets tegen, gewoon altijd door blijven gaan.